sta er niet van te kijken. Ik ga niet zo vaak met openbaar vervoer, dus ik heb wel zoiets van, ga ik een keer, dan maak ik dit mee. Maar ja, ik bedoel, alles is te overkomen. Dus een gratis koffie en thee, een appeltje, komt allemaal goed. Ik kwam vanuit Deventer, dus ik zat daar vast. Toen ben ik met de bus naar Zutphen gegaan. En nu sta ik hier vast te wachten. Ik kom vanuit Deventer en die reed niet. Deventer-Zutphen reed niet. Hoe ben je dan gekomen? Met de bus. Ja, wel irritant natuurlijk. Ja, zeker. Het is altijd zo hier in Nederland. Nou, ga je liever niet onderstaan, hoor. Losse glasplaten. Nee, liever niet, nee. Nee, dus dat is wel een goede actie. En dat vind ik ook zeker een goede actie. Dus je bent niet zo boos? Nee, nee, helemaal niet. Nee, en ik denk dat als je dan gratis koffie thee aan te bieden, dan maak je de reizigers toch alweer wat beter, denk ik. Ja, als het hard waait, dan moet je met dit soort dingen rekening houden als je met de trein gaat, hè? Ja, blijkbaar wel. Had ik nog nooit meegemaakt. Dus voor het eerst. Ik denk dat ze er zelf ook niet veel rekening mee hebben gehouden. Maar ja. Maar ja, jullie komen er wel. Ja, precies. Uiteindelijk zal het wel lukken.